Ja, Jolanda is echt een vakvrouw met lef die voor het Erasmus MC brengt wat nodig is. Waar ik heel blij van word, en waar ook de urgentie zit, is dat we nadenken over de zorg van de toekomst. En dat wil zeggen dat zorg toegankelijk is voor jou, voor mij, voor onze kinderen, voor het nageslacht. En als we daar niet over nadenken en daar niet nu mee aan de slag gaan en nog langer wachten, ja, dan is het gewoon te laat. Wat heel erg belangrijk is dat wij als HR aan tafel zitten, hè, dus dat we op de juiste plekken ook de juiste gesprekken voeren, de juiste onderwerpen agenderen. En dat we ook out of the box denken, zodat we ook echt de ruimte zoeken en daar prikkel ik ook in, van hoe kunnen we het anders doen. Ik zie dat Jolanda ook op een andere wijze durft te kijken naar hoe we ons functiehuis inrichten. We willen juist heel erg laten zien dat iedereen bij ons welkom is en dat we ook kijken naar ieders talenten. We gaan ook kijken wat mensen nodig hebben om dit werk goed te kunnen blijven doen. Heb aandacht voor medewerkers, kijken naar hoe kun je mensen opleiden voor de toekomst. Hoe kan je dat op een manier doen die past bij hun leven. Ze heeft echt visie op de toekomst, maar ze is ook verbindend. Je kan ook met haar lachen. Ja, en dat is natuurlijk ook wat helpt in met elkaar echt die nieuwe weg vinden. Ik sta hier alleen maar omdat iedereen met elkaar binnen die pijler zo ontzettend hard heeft gewerkt en de juiste kennis heeft. Zo zie ik dat.